Kok. De Kok. Late Night. Late Night. Jamelia, superstar, want uiteindelijk zijn we dat toch allemaal een klein beetje, nietwaar? We zijn allemaal sterretjes, jullie toch, out there. Iedereen die naar dit programma aan het luisteren is en zo massaal aan het sms'en is. We hebben het over racisme, mocht je er pas bij komen. En dat is een heel, heel heet onderwerp, blijkt in alle zinnen van het woord. Heel wat vrouwen die toch zoiets hebben van, zo'n zwarte man of eentje met een kleurtje, die mogen wel eens passeren. Ik zou wel eens willen weten hoe het is. Ik denk dat er een aantal rondlopen, als ik Hussein zo hoor, die dat niet erg zouden vinden. Swat, Davy zegt hier ook nog op 3322, racisme. Je kan er zoveel over praten als je wil, maar het zal er altijd zijn en het komt van de twee kanten. Dat kan niemand tegenspreken. Dat lijkt me inderdaad een gezonde mening. Eens even luisteren wat onze bellers ervan vinden. En oh, wat zie ik hier? Goedenavond met Kathleen. Hallo. Dag Kathleentje. Zo, sommige mensen vallen zo regelmatig eens binnen in dit programma. Jij bent er daar eentje van. Ik ben daar altijd geweldig content mee. Wat wou jij kwijt over het onderwerp van vanavond? Niet over racisme, maar zo de invloeden van de buitenlanders op je keuken, zo op eten. Oh, ja, oké, interessant, ja. Maar als die mensen er niet waren, dan hadden wij ook geen pizza of pita of chinees. Of geen kebab. Jesus Christ. Nee, ja? Goed dat niet gebeurt. Ik zou gewoon doodvallen in een wereld zonder kebab, denk ik. Dat is al geweldig lekker soms, hè. Zeker als je zo een paar duvels te veel... Nee, ik drink geen duvel. Een paar pintjes te veel achterover hebt en dan zo... met Andalous en dan... Ja, dat is waar, Kathleen. Dat is niet slecht nagedacht. Zeg maar zo in het algemeen, heb je Hussein gehoord daar straks, waar nogal veel reactie op is gekomen? Ja. Ja, wat dacht je toen je die aan het werk hoorde? Vond jij het, net als Fatima, vond jij het om te lachen? Of had jij zoiets van, ja man, hier ga je toch wel even over de schreef? Ik leg je eigenlijk gewoon zo'n mensen uit. Maak je nou gewoon belachelijk op de radio. Mm-hmm. Maar heeft dat nog iets met ras te maken of met cultuur? Of is dat gewoon een macho en moeten we ons daar voor de rest niks van aantrekken? Ja, eigenlijk gewoon opvallen, denk ik. Ja, want zijn er geen Vlamingen die dat ook kunnen zo... Even lekker, ja, opvallen. Ja. Nee hoor, nee, er zijn geen Vlamingen die dat kunnen opvallen. Ik zou niet weten wie. Maar denk je dat er, wat Hussein daar straks zei, dat er ook Vlaamse jongens zijn die zo denken, die zoiets hebben van, als ik maar met een dikke BMW rij en... Ja, ik denk dat wel. Allee, maar weet je, in elk ras heeft wel zo'n uitschieter. Ja. Het zijn niet zo alleen de Marokkanen of de Turken of de Chinezen of zo. Het zijn ook bij ons zelf. Okay. Dus jij hebt zoiets van, laten we gewoon allemaal mekaar de hand reiken, vastpakken, een tong draaien en blij zijn dat we leven. Nee, dat niet ook meer. Oké, dat laatste misschien niet, maar laten we gewoon lief zijn voor elkaar. Ja, maar ik vind, als ze dan naar hier komen, dat ze dan ook moeten aanpassen aan ons, hè. Want als wij bijvoorbeeld naar Marokko gaan of... Maar moeten wij ons ook niet een... Ik zeg maar iets. Ja? Moeten wij ons ook niet een klein beetje aan hen aanpassen? In ons eigen land zelfs. Ja, een beetje of zo, maar ik vind niet... Allee... Ja, weet je... Nu heb ik wel iets gevaarlijks gezegd, want er komen dan meteen sms'en van... Nee, wat zeg jij nu? Maar als ik over deze onderwerp begin of zo... Dan heb ik volgens mij heel België op mijn cap, denk ik. Oké, ja, weet je wat, discussiëren er op mnm.be in alle rust en stilte verder over. Er sms't iemand, we love Kathleentje. Echt waar, het is hier net binnengekomen, dus love back to you. Kathleen, merci zeg, tot gauw. We gaan even naar Eva, dag Eva. Ja. Wacht, Kathleen, wat zei je? Ja, ik moest nog iets zeggen. Ja, snel dan. Van patat. Dat ja? Je, voor die tikstoppies, allee, hoe noemt dat? Die onderwerpen voor na 11 uur. Ja? Het is over voorbindpenissen. Oké, iets over voorbindpenissen. Meningen over voorbindpenissen. Voorbindpenissen. En de groeten aan DCL. We mogen nu naar 3322, naar 070-244-444 of naar mnmnmnm.be. Kathleen gaat zich daarover ontfermen. En nu, huppla, schuif je dicht.